Hallo kijkers van de Online Garage, welkom bij mijn Online Garage Garage, of hoe jullie het ook wilden noemen, Online Garage Garage of de Online Garage, gewoon de online, ik weet niet meer. Er waren mooie namen in de comments en ik vond het mooi, helemaal bedankt daarvoor. En wat gaan we vandaag doen, dat weet ik eigenlijk zelf ook nog niet, maar de thumbnail en titel hebben jullie vast verteld. Ik wil mijn intercooler bracket gaan fixen, weet niet of we daar aan toe komen. We willen een kast in elkaar gaan zetten, Jeroen is daar al mee begonnen, dus ik denk dat we daar wel aan toe komen. En ik wil wat opruimen, dat is niet echt boeiend voor de video. Misschien mijn spoiler eraf, maar dat weet ik ook nog niet. In ieder geval, er zijn vet veel dingen die ik wil doen, maar wat ik ga doen, dat weet ik nog niet. Oh ja, en wat ik ook wil doen, is ik heb hier alle plastic van onder de voorbumper nog liggen die ik nog terug moet zetten. Dat wil ik ook gaan doen, maar ik weet niet of we overal aan toe komen zoals ik al zei. Maar jullie zullen het allemaal wel meebeleven, we gaan gewoon een leuke dag hebben en jullie gaan daar meebeleven. Jeroen. Lukt het? Ja. Nou, fantastisch. Ja, ik had al dus één zo'n kast, gewoon zo'n vet goedkoop ding. En nou gaan we er nog één in elkaar zetten, want ik wil meer kast. Want je ziet al dat deze best wel vol is. Dus een extra kast zou niet misstaan hier. Het kastbouwen gaat fantastisch. Maar Jeroen die gooit gewoon even alles op de grond. Maakt allemaal niet uit. En Ruben is er ook. Wat is er allemaal? Ruben denkt dat het hier min 40 is. Mens not hot kan allemaal. De kast gaat goed en ik ga de auto denk ik even omdraaien zodat ik mijn bumper eraf kan halen en met mijn intercooler aan de slag kan gaan. Kast update, de kast is bijna klaar. Ruben heeft het niet meer koud, denk ik. En ik ga mijn voorbumper eraf halen, want daar zit mijn intercooler achter en die wil ik fixen. Kunnen jullie geen lawaai maken? Ik hoor Misha, alleen ik zie hem nog niet. Zo, dan heb ik hem echt al van ver horen aankomen als hij hier nog niet eens is. En dan heb ik MX-5 bumper loshalen, is gelukkig niet zo moeilijk. Twee klikjes, paar boutjes, super easy. Op de tee. Toen ik de intercooler er voor het eerst inzette, heb ik een hele ghetto bracket gemaakt. Omdat ik gewoon super graag een rondje wilde rijden. Dus dat zie je hier zo. Ja, dat ziet er niet zo best uit. Dat houdt de intercooler op zijn plek. Dat gat is niet eens een gat. En dat is hetzelfde hier, ziet het er ook echt super slecht uit. Dit is geen mooie bracket, maar daar ga ik dus even een nieuwe voor maken. Ondertussen maken deze boys de twee kasten aan elkaar vast. Door middel van allemaal klikjes en dingen en daar zit het straks aan elkaar vast. Ik heb de Dremel erbij gepakt, want ik wil hier een mooi hoekje uitzagen zodat dit kan buigen. Want het is een L-profiel, dus dat kan ik niet zomaar buigen. Er moet eerst een hoekje uit, dus ja. Het is easy peasy, want nu kan ik hem ombuigen en dat kon eerst niet. Nu kan dit lipje omhoog en dan is het helemaal mooi. Nu kan dit lipje kan zo. Kraak lekker ofzo. Ja. Nou is het een lippie. Ah. Wat mooi. Ik weet niet of deze intercooler bracket veel legitter wordt dan vanmorgen, want ik vind het ook een beetje ghetto eigenlijk. Ja, val wel mee. Vind je het meevallen? Ja, ligt eraan hoe je hem gaat monteren. Maar... Ja, ik weet niet of deze lengte goed gaat uitkomen, maar ik ga het uitmeten, dus... Soms is een handzaag zelfs sneller dan een dremel. Niet altijd, maar we kunnen het proberen. Yes, thanks you. De intercooler bracket zit hier zo nu mooi tussen. Het is misschien een beetje lastig te zien hier zo. Maar hij is in ieder geval een stuk mooier dan de vorige. De boys die willen ook nog weer even verder gaan met die motor. Maar dat hebben jullie denk ik, zien jullie dat in een andere video, of hebben jullie al in een andere video gezien, weet ik het allemaal. Er wordt een driftrike. Is er nou nog iemand die kartonderdelen heeft of iets wat wij nodig hebben, let me know, want we hebben ziek veel dingen nog nodig. Voor de motor hebben we dus de stroom uit de accu nodig, dus moet ik de auto even omdraaien. En hij is nog steeds straight piped, dus best wel veel lawaai. En hij is straks slecht, maar dat komt door turbo alles. Thank you.
heeft zijn dagelijkse portie uitlaatgas weer binnen. Zo, de intercooler bracket is klaar. Alle gaten zitten erin die erin moeten. Twee aan de zijkant om hem aan de auto vast te maken. En die dan om hem aan de intercooler vast te maken. Hij is een heel stuk mooier dan de vorige beugel. Aangezien die vorige was half in elkaar geslagen om hem in vorm te krijgen. Want die was ook veel te dik. Dat is helemaal nergens voor nodig. Dat gat was mislukt, want die zat niet op de goede plek. Die is eigenlijk in 10 minuutjes gemaakt. En hier zit net wat meer liefde in. Dus deze is wat mooier en ik ga hem er nu opzetten. De nieuwe intercoolerbeugel zit op zijn plek. Hij zit daar zo vast aan dat boutje. En daar zit hij aan de intercooler vast. Wow, wat een gek licht. What? Woe, disco. En dat is ook aan de andere kant hetzelfde verhaal. Hij ziet er een stuk mooier uit, zoals ik net ook al heb gezegd. En dan kan de bumper er weer op en dan is het helemaal mooi. De conclusie was dat de carburateur misschien kapot is of zo, want we gingen net starten en hij doet het nog niet. Maar dat is waarschijnlijk allemaal nog steeds een andere video, zoals ik net ook al zei. De kast is klaar en ik wil nog wel even kijken of ik dat plastic er nog in kan krijgen. Dat is dan het laatste wat ik vandaag ga proberen te doen. Ik heb hier dit plastic stukje en dat hoort hier zo bij mijn band, zodat alle viezigheid gewoon hier blijft en niet overal in mijn bumper vliegt. En het heeft vast ook nog een paar aerodynamische functies en dingen. Ik vind het helemaal mooi. Alleen als ik hem terugplaats, dan zit hij in de weg van mijn intercoolerbuis. Dus ik heb even afgestreept waar ik hem moet afzagen, zodat hij mooi er weer in past zonder dat hij mijn intercoolerbuis raakt. Hoppatee, dat is eraf. En nou gaan we kijken of die past. Soort van. Hij raakt hem nog steeds. Dus er moet meer af. Uit. Ja, er moet hier meer af. Ja, fantastisch. Ja, ik vind dat helemaal hartstikke mooi. Ja? Ja, ik vind het echt fantastisch gewoon. En nog een boutje hier erin. Een boutje daar erin. Dat is wel helemaal legit. Zo, ik was hier dus lekker bezig en ik kwam erachter dat daar zo een gat zit en het schroefdraad is helemaal fokt op en ik heb hier geen zin in. Dus wat ik ga doen is ik ga dit gewoon lekker weglaten. Ik heb er geen zin in en hij deed het prima zonder dit, zonder dat allemaal. Dus ik heb er geen problemen mee als het er niet op zit. Dan kan ik veel makkelijker overal bij proefmirong in de comments als jullie zeggen dit moet je hebben. Dan zet ik het misschien terug. Maar voor nu laat ik het gewoon even lekker zoals het was. Gewoon lekker dit eraf, want ik heb geen zin om het allemaal terug te zetten. En als ik dan ergens bij wil, dat ik het eraf moet halen en alles. Dus, en de auto is lichter zonder. Ha. Dat was het voor deze video. Ik heb mijn Peugeot weer ingezet, want dan ga ik de volgende video opnemen. Misschien is het niet de volgende, maar de volgorde is helemaal verpest de laatste tijd. Doe een like op deze video, abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik hoop dat jullie de kasten mooi vinden. Ik weet niet of jullie het eindresultaat hebben gezien. Maar dit is Misha en dit is het eindresultaat van de kasten. En ik vind het helemaal mooi. Roer ruimtegereedschap op. En doe een like en abonneer. En laat een comment achter wat ik een keer nog meer kan doen. En ik praat veel te snel. Tot de volgende video. Dag.